Er was een dorpskrant en die heette De Varia. En toen dacht Peter Wognum, ja, er moet weer een nieuwe dorpskrant komen. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, dat is niet helemaal waar, want er is al een hele tijd, die een half jaar vroeg De Varia al mensen om het opnieuw op te pakken. En op dat moment had ik de tijd er niet voor om het te gaan doen. Maar uit van de mensen proefde je dat ze de Varia toch misten. De inval in het dorp was minimaal, dat moet je bijna uit de krant halen. Dus vandaar dat ik er later mee begonnen ben. Er is een andere dorpskrant, de Uitkijk. Hebben jullie niet gedacht van gaan samen? Nou, in de periode dat Leonie is daar al mee bezig geweest en die heeft contact gehad met de Uitkijk. En die zag het niet zo zitten om samen iets te doen. Dus die is wel degelijk benaderd. Waarom een dorpskrant? Waarom? Nou, ik denk dat de inval in het dorp minimaal is, wat ik net al vertelde. Je leest niks meer, de evenementen moet je uit de krant halen. Dus uit de dagblad. Maar er is help oudere mensen, die zitten niet op Facebook of online. Dus die weten het niet. Dus ik denk dat dit een ideale uitdaging was voor ons om dat in het gat in te vullen. Hebben jullie alle verenigingen benaderd? Nou, ik denk van 80-90%. En dat houdt in alle voetbalclubs hier op het dorp? Alles wat een vereniging is of een stichting die is benaderd of benaderd, die heeft het eerste nummer gehad, het nulnummer gehad. En hoe waren de reacties? Buiten verwachting. Echt waar, dat is, het is natuurlijk een heel ander blad. Je kan het niet vergelijken met de oude Varia of met de Uitkijk. Het is volledig in kleur en het is, heeft een hele andere opzet. En hebben jullie contacten gehad met de gemeente erover? Nog niet. Om eventueel ook gemeenteberichten erin kwijt te kunnen? In eerste instantie was het om het blad een kleine oplaag te doen. En dan kan je iedereen wel benaderen, maar in instantie was dat voldoende. Maar zijn we nu mee bezig om de gemeente onder andere te bereiken, want die heeft ook geen info meer in het dorp. Nou, jullie zijn met z'n vieren. Wie is daar eigenlijk de initiatiefnemer? Nou, in eerste instantie ben ik de initiatiefnemer. Ik heb goede mensen om mij heen verzameld. Daarna is het eigenlijk losgegaan. Leonie Sijp, ja. Je bent begonnen met de dorpskrant hier. En hoe ben je er in contact gekomen? Nou, in 2019 had ik zelf het idee van er moet iets gebeuren. Dat mensen weer weten wat er speelt in het dorp. Want zelf weet ik niet zoveel. Dus toen ben ik naar de Varia gestapt. Alleen het was niet zo makkelijk om, als je netwerk niet zo groot is, om een krant te beginnen en om het zomaar over te nemen als stichting. Want dan heb je meerdere mensen nodig. Bestond de Varia toen nog? Toen bestond die nog. En we hebben samen gepraat, maar toen kwam corona om de hoek kijken. Dus ja, dat lukt me niet. Dus ik heb het eigenlijk even stilgelegd. Ook met Venhuis gesproken hoor, over mijn plannen. En die zagen dat ook wel zitten. Met wie? Venhuis, de drukkerij. Oké. Okay. Dus toen heb ik niks meer gedaan, de plannen gewoon in een laadje gestopt. En toen belde Peter Wognum op van, hé, wat hoor ik nou? Heb je ook het plan? Nou, het is zodoende. Zijn we nou samen. Hoe komt Peter dan aan jouw naam? Via Maria, denk ik. Ja, via Maria Cuné van de Varia. Oké. Okay. En nou bestaan jullie juist vier, maar jullie hebben nog meer mensen die actief worden op het dorp. Ja, we hebben wel mensen die natuurlijk meewerken of stukjes insturen. En eigenlijk willen we dat ook bereiken met de nul editie die we hebben uitgebracht. Maar ook met de eerste editie, dat er mensen zijn die input geven aan op het gebied van sport of cultuur of ander nieuws. En ben je zelf, ga je ook schrijven of zo? Ja, zelf schrijf ik ook, ja. Ja, ja. En wat voor verhalen worden dat? Nou, verhalen over, ik ben dan van de cultuur. Of mensen die ik ontmoet, of misschien in samenwerking met een historische vereniging. Net over wat mij interesse heeft en net wat er op mijn pad komt. Ja. Voorheen was het een gestenseld blaadje, nu helemaal een klossiepad. Ja. Nou, dat geeft toch wel een beetje input voor de mensen. Nou, dat is wel de bedoeling. Het moet aantrekkelijk wezen dat je het blad überhaupt wil pakken van tafel of uit de bus, maar ook wil lezen. Ja. En niet direct dat je denkt van, nou wat is dit, dat hoef ik niet. Dus dat moet al triggeren, zeg maar. En het formaat daarentegen speelt ook wel mee dat het iets groter is dan A4. Dat die ook opvalt tussen je stapeltje post. En wie kwam op het idee om zo uit te geven? Nou, wij samen.
Dat dacht ik wel, hè. Daar zijn we overeengekomen. Ja, en hebben jullie dat ook samen met Van Huis gedaan, de drukkerij? Ja, die hebben ook meegedacht. Ja. De kosten? Ja, die zijn er. Ja. Proberen te krijgen met sponsors en eventueel met advertenties? Ja, dat doen we door middel van advertenties en misschien ook sponsors. Maar het is puur alleen het drukken en het opsturen. Ja, dat kost gewoon een hoop geld. Hoe heet het? De mensen die worden benaderd, hebben jullie een advertentieverkoper of zo? Hoe doen jullie dat? Nou, met name Peter heeft de bedrijven benaderd. Met willen jullie meewerken. Vandaar ook de nul-editie om te laten zien, kijk, zo ziet het eruit. Vinden jullie het interessant om erin te staan? En we hopen natuurlijk dat het gaat groeien als mensen dat zien. Dat ze denken, hé, maar daar moet ik ook in. Want dat wordt gelezen. Het is een beetje aan onze kant en aan hun kant. Wat voor verhalen komen er nu in? Nu? Voor verhalen komen er in zijn algemeenheid? In zijn algemeenheid? Nou, überhaupt gewoon wat de verenigingen doen. Maar ook wat er speelt op dat moment, in die maand of de volgende maand. Evenementen, cultuur, sport. Ja, alles wat men wil weten, van jong en oud. Om mensen in beweging te krijgen. Ja. Ik heb begrepen, jij bent onder andere degene geweest die wat heeft geprobeerd om samen te gaan met de Uitkijk. Lukt dat? Met de Varia, ja. En dan heb ik de Uitkijk ook benaderd, mijn plan. En ze vond het een hartstikke mooi plan. Dat klopt. Maar ze gaan niet samen? Nee, dat was toen nog niet het geval. Want ze hebben een hele trouwe club samen. Die het gewoon hartstikke leuk vinden om te doen. En abonnees. En dus willen ze nog trouw aanblijven. Maar wie weet dat ze, als ze dit zien, denken van... Hé, maar dat kunnen we makkelijk samen doen. Maar dat is aan hun. We willen het best. Maar eerst maar kijken hoe dit loopt, toch?